Wat belangrijk is, is dat we de verandering, de gedragsverandering gaan maken van ik nu naar wij later. We moeten ons gaan inzetten als aandeelhouder, bijvoorbeeld via een ondernemingspensioenfonds. Je kan lid worden van een vakbond, je kan daarin actief worden, je kan je laten voorlichten. Je kunt lid worden van een bewonersclub als je in een huurhuis zit. Je kunt je gaan inzetten voor een uh, patiëntenvereniging, je kunt je inzetten voor de medezeggenschapraad. je kunt lid worden van een politieke partij. We moeten actief ons gaan, uh, onze tijd gaan investeren. In een lange termijn belang waar we een maatschappelijk belang dienen, wat niet direct voor onszelf op de korte termijn is. Eigenaarschap is de wijze waarop je omgaat met je bezittingen, met je rechten, met je voorrechten. Bijvoorbeeld wat je doet als aandeelhouder. Ik ben aandeelhouder van de aandelen in mijn pensioen. Technisch gezien niet, ik kan er niet op stemmen. En je kunt je afvragen of dat logisch is of niet. Ik ben 39 en ik heb een beleggingshorizon van 30 of 40 jaar. En ik geef mijn geld iedere maand of ieder kwartaal, geef ik het in verband met het pensioencontract wat mijn werkgever heeft, geef ik aan een belegger. En die belegger gaat ermee aan het werk. En dan hoop ik maar dat je ook een beleggingshorizon heeft van 30 of 40 jaar. Maar wat gebeurt er? Beleggers, grote pensioenfondsen, of je nou over ambtenaarfondsen hebt of andere, die werken met eh, vermogensbeheerders, investmentmanagers, met adviseurs. En die gaan ook aan de slag. En die worden over het algemeen beoordeeld op basis van hun performance ten opzichte van de rest. Dus als de hele markt slecht is, maar jouw prestatie is iets minder slecht, dan doe je het relatief goed. Maar wel binnen die gegeven termijn van een kwartaal of een jaar. Als ik over 30 jaar een goed pensioen wil hebben, moet je je afvragen of het zinvol is dat ondernemingen gemiddeld vaker dan één keer per jaar van eigenaar verwisselen. Want al die transacties die zijn goed voor de financiële industrie, voor investment managers en voor beheerders van geld. Want die transacties die leveren voor hun inkomen op. Maar dat gaat uiteraard ten koste van het pensioenvermogen. Dus is het zinvol om zo snel geld rond te pompen terwijl ik over 30 jaar of 40 jaar het pas nodig heb? De vraag of dat zo is, daar moet je als pensioengerechtigde vaker over nadenken. En dat is wat ik in mijn boek bedoel met slecht eigenaarschap. Dat we eigenlijk de afgelopen jaren, en misschien wel nooit eerder, ik weet het niet, maar er helemaal niet over nagedacht hebben. Dus de waarde van die aandelen die nam enorm toe op papier, uh, via dividenden of uh, gerealiseerde waardestijgingen bij fusie en overname. Maar de vraag is: van, is dat geld en nog steeds over 10 of over 20 of over 30 jaar? Er hoort dus namelijk ook stemrecht bij dat aandeel. En daar hebben we ons weinig zorgen over gemaakt. Nou, het verschil tussen verantwoord eigenaarschap is dat je en het dividendrecht claimt en je krijgt het geld, maar dat je ook het stemrecht goed gebruikt. Nou, wat ik in mijn boek probeer uit te leggen, is dat we daarnaast als burgers, dus als mede-eigenaren van onze maatschappij en de maatschappelijke onderneming om het concreet te maken, de scholen, de zorginstellingen, de woningcoöperaties, dat we eigenlijk als burgers ons net zo zijn gedragen, gaan gedragen. Als aandeelhouders. We stemmen eigenlijk zonder dat we ons heel veel zorgen maken over de uitkomst. Dat is in het uh, publieke domein. Maar als je kijkt naar grote zorginstellingen, dat waren vroeger private initiatieven. Die zorginstellingen die waren van iemand, je wist wie de doelgroep was en je zag daar als lid van een vereniging of anders zag je daarop toe. Nou, nu zijn zorginstellingen gefuseerd, gefuseerd, gefuseerd. Dat zijn grote ondernemingen geworden, vinden ze zelf, omdat ze bedrijfsmatig werken. Dat klopt. Het zijn bedrijven geworden en ze proberen zo bedrijfsmatig mogelijk te werken. Maar wie is de eigenaar daarvan? Nou, door het ontbreken van dat eigenaarschap, we zijn eigenlijk loskomen te staan van die instellingen. Zie je ook dat daar te weinig effectieve prikkels waren om echt te komen tot goed bestuur. Vandaar dus allerlei incidenten, waar heel vaak is gebleken dat er wel signalen waren dat iets niet goed ging, maar dat eigenaren die signalen niet oppikken. Nou, dat zul je bij een aandacht houden. Van een privéonderneming, een directeur gewoon aan te houden... zul je niet zien dat hij ziet dat het minder goed gaat en dat hij dan een jaar gaat wachten, denk van nou, zal ik eens ingrijpen of niet? Nee, nou, als het niet goed gaat, grijp je in. Maar daar waar je dus die scheiding hebt van leiding en eigendom, is het heel belangrijk dat die eigenaar zich actief bemoeit met de wijze waarom die leiding met dat geld omgaat. Zowel bij pensioenfondsen als bij bedrijven. Want daar heb je dus het probleem dat pensioenfondsen in soms wel duizenden ondernemingen beleggen. En hoe kun je dan echt effectief toezien? Op het goede bestuur en dat er niet onverantwoorde risico's worden genomen. Natuurlijk mogen er risico's worden genomen, en mogen dus ook dingen fout gaan, maar dat moet veel beheerster dan het dus in de afgelopen 20, of 30 jaar gebeurd is.